En ik had Herman toevallig voor een boorklus hier. Die wil wel graag in de bus zien. En zodoende. En ik wil hem heel graag even laten zien, want ik heb er heel speciale dingen in bedacht die een ander niet heeft. En die mag een ander ook wel gebruiken als ze mij daarvoor vragen. Dat is bijvoorbeeld hier de hor. Die loopt op een rail naar beneden. En op twee gordijnenrails. En dat werkt perfect. En de bovendeurtjes die werken op afstandsbediening. Als ik op een knopje druk, dan gaat het deurtje vanzelf open. Omdat ik echt een slotje aan de binnenkant wou hebben. Want een magneetslotje die gaat door het trillen altijd weer los. En dan valt alles uit de bovenkasten. Dat wou ik wel graag zo hebben. En nou, dat werkt ook perfect. Alle deurtjes zijn echt aan de binnenkant, worden ze op slot gezet. Met de afstandsbediening. En zo ook met de douche. Ik wou beslist een douche erin hebben. Dat is ook ideaal. En die wordt verwarmd door twee elementjes. Die onder de draaien op 12 volt het water verwarmen. En als we dan op de plaats van bestemming zijn, dan hebben we warm water. En als we dan willen douchen, dan kan de wc eruit gerold worden. Zodat dat ik een hele ruime douche heb. En moet me naar de wc, dan zit de wc weer in de. Dan rollen we weer in de wc. Of in de douche. Zodat dat we dan weer wat meer ruimte buiten hebben. Nou ja, en voor de bestek hebben we speciaal. Heb ik een PVC-buizen gemaakt. Zodat alle messen en vorken zo er mooi in liggen dat ze niet lawaai maken. In gewoon een platte laag heb je heel veel lawaai. Dat heb je hier niet. En dan heb ik nog een speciaal iets voor de keukenblad bedacht. Mijn vrouw die zat wel een eitje te bakken langs de weg. En dan moest ze de pan altijd rechtop houden, want dan gleed het eitje helemaal scheef. En dan heb ik het zo gemaakt dat ik iedere hoek van het aanrecht omhoog kan doen, zodat ik een precieze waterpas heb. Als mijn vrouw nog slaapt, dan kan ik rustig televisie kijken, bijvoorbeeld. Dan kan ik de koptelefoon achterin aansluiten en dan hoort niemand mij. Nou ja, dan heb ik hier nog een tafeltje. Die kan alle kanten op, zodat die tussen, als de wc uitgeklapt is, uitgerold is, dan kan er iemand op zitten. En of, dan kan mijn vrouw erop zitten en dan doen we dat tafeltje, die kan alle kanten op. Die kan voor de hoekkeuken gebruikt worden of tussen ons in voor de koffie. En ook tussen onder de ruimte kan die er ook tussenin. Zo kan die alle kanten op. Zo, en wil je hem tussen ons in hebben, of dit is, zo kan die bij de keuken aan. En zo kan die helemaal hier tussenin, tussen onder de rijen. Het veert wel een beetje, maar daar heb ik nog weer een speciaal pootje voor onder. Die kan er zo recht op onder. Als je het, maar zo kan het ook best hoor. Nou, het werkt wel goed. Het tafeltje kan ook gewoon plat geklapt worden onder de rijen. Maar wij pakken hem meestal even af, dan heb je een beetje meer ruimte. En dan kan hij hier zo achter de stoel straks. En dan kan deze van deze kant op. En dan is hij helemaal weg. En ik heb hier nog voor de verlichting. En dan heb ik nog voor de pompje. Dan hoef ik niet naar buiten. Ik rij een boom de afvoergoot en dan zet ik de pompjes zo achter het stuur aan. Eén voor de keuken en één voor de badkamer. En hier heb ik nog voor de achterruitenwisser. Ik heb twee camera's erachterin zitten. Die ene voor de, die
kijk er recht achteruit voor het verkeer. Die blijft ook altijd aan. En als ik terug bij ons van het erf afrijd, dan kan ik niet om de hoek zien. En dan heb ik er ook een haaks op de bus die de weg uitkijkt. Zo kan ik veilig de weg oprijden. En dan heb ik hier nog een camera die kan, als we de bus achterlaten, dan bewaakt die de bus. Dat er niemand in kan breken in ieder geval. We hebben een Super B accu erachterin. En die bevalt heel goed. Nou ja, aan de andere kant heb ik nog een voor de technische dingen, een gereedschapkistje en allerlei spul. De bus is 6,20 meter. En nou, we hebben nog LPG installatie erin. We kunnen gewoon bij de benzinepomp tanken. Die zit in een afgesloten ruimte dat die dat met een ontluchting naar onder de auto. Dit is nog een klein uitvindingje van mij. Hier heb ik een bakje aan gemaakt. Even kijken, zo. En dan kan ik zo het raam schoonmaken. En dan drupt het niet. Oh, dan lekt het in het bakje. Ja, dan blijft het bakje vol. Ja. Zit vol water. Ik kan hem ook zo de andere kant opzetten. En, nou, het loopt echt keurig langs dit railtje. Ik heb die er apart nog opgeplakt. Ja. En dan loopt het zo. Loopt zo in het bakje. Ja, loopt het zo in het bakje. Ah. Zo bedenk ik vaak overal wat handige dingetjes voor. Hier heb ik nou een gordijnenrail. Dit sluit me als het koud wordt nog af met een dicht gordijn. Dan hebben we wat meer en wat meer privacy. Ja, er zit nog een grote ventilator in. We hebben 125 watt zonnepaneel op het dak. Die is net iets te weinig. Eigenlijk moet er nog een keer één bij. Maar hij, wij rijden veel. Onder het rijden is de accu zo weer vol. Dan laat hij ook op via de dynamo. Ja, via de dynamo. Ja, ja. We hebben nog een booster bij tussen. Dan gaat het nog sneller. Ik zag ook nog een kastje, een zwart kastje erbovenop. Is dat een voor televisieontvangst? Of? Ja, die grote zwarte is voor televisieontvangst. En dan zit er ook nog een kleine op, daar hebben we constant altijd internet op. En dat werkt ook heel goed. Er zit een eigen wifi hier in de bus. Dat is, mijn hoofdsteun kan niet omhoog. Dan kunnen we lekker alleen televisie kijken. Ja, er zit nog een grotere tafel dat we kunnen eten. Dan die flapt zo uit onder de bank weg. Ik vond het een heel bijzondere camper. Vooral dat aardigblad, hè? Mooi, hè? Echt onverstoorbaar. Nou, ik ben blij dat we die kant op zijn gegaan vandaag. Gisteren belde hij, of hij gaat kunnen boren over 2 weken, want dan was de dakdekker droog. En toen hebben we gezegd dat het zoals vandaag wel kon, omdat we toch al een beetje in de buurt zaten qua werk. Hè. We waren in Oosterwolde aan het werk, dus dat scheelt dat natuurlijk enorm in reiskosten. En ja, dat hij ons dan uitnodigde om even de camper te komen bekijken en dat ik hem mocht filmen, ik vond het fantastisch. Klaas, nog bedankt. En ik hoop dat je een hele hoop mensen inspireert met jouw camper.